Breda Nu. Vorige week heb ik mogen proeven van de verrukkelijke dumplings van Angela. In deze aflevering neemt Marcel ons mee naar zijn Westerse keuken. En laat hij ons zien hoe je met simpele ingrediënten eenvoudig een overheerlijke gnocchi op tafel kunt zetten. Ja. Wat hebben we nodig? We hebben natuurlijk aardappels nodig. Die heb ik in blokjes gesneden. Die heb je eerst gekookt? Gekookt en dan in het vergiet gedaan en nu... Ze moeten echt heel droog zijn. Droog zijn, ja. Daarom doe je ze in de oven. En waarom dat het droog moet zijn is natuurlijk ook dat al die andere ingrediënten... Ja, dat erin kan krijgen. Een goede massa. Ja. Oh ja, inderdaad. Ja, ze zijn inderdaad heel kruimelig. Ja. Je ziet het inderdaad gewoon. Want als je andere aardappelen hebt, die kunnen soms heel stevig of meteen plat. Maar dit is lekker kruimelig. Ja, of elastisch. Worden ze dan kleverig. Ja, dat wil je natuurlijk niet bij. Nou, en nu? Een beetje zout. Gaan we. Zout is altijd goed. Ja. Nootmuskaat, een snufje. Zout, nootmuskaat, lekker er doorheen. Precies. Ik blijf lekker roeren. Mijn arm een beetje omhoog doen. En dan kunnen we hier in de midden kunnen we een beetje zo van... Wat ga je daar dan doen? Dan komen nu de eieren binnen. De eieren, oké. Ik heb hier eigeel. Dat kun je allemaal... Alles? Ja, alles in de midden doen. Maar gewoon in het midden? Ja. En dan Een ei. Een ei, nog een ei. Ei, ja, 20 gram. Heb je drie eieren erbij. Drie eigeel en een hele ei. Je kan die altijd andere waren eigeel inderdaad. Ja, precies. En dan is een kwestie eigenlijk van bloem. Een beetje bloem erbij. Ja. Niet te veel. Ja. Oké. En dan wordt het eigenlijk zo... Ik pak altijd zo'n plastic. Ja, inderdaad. Dan kun je dat zo van buiten naar binnen een mooie massa maken. Ja. Nou, prachtig. Toch? Ja. Uitrollen en dan in stukjes snijden. Okay. Gooi ze nou in het water? En dan gaan ze echt hier. Ik heb al een kokend water staan hier. Dan worden ze kort in zout water geblancheerd. Dat ze boven drijven. Ja. En dan worden ze weggepakt en dan gaan we die afkoelen. En daarna gaan we de saus maken. En dan komen ze weer terug in de saus. Je ziet het ook, die komen ze boven drijven. Ja, en dan zijn ze klaar. Dan zijn ze klaar, ja. Pakken dan heb je zo'n bak met een beetje olijfolie. En dan worden ze afgekoeld. Ja, Marcel, en nu het sausje, hè? We gaan een sausje maken. Wat hebben we nodig voor de sausje? Ik heb, jij hebt ook een beetje gehakt en gesnipperd. Samen gedaan, allemaal. Shallotjes hebben we hier. We hebben de geroosterde walnoten, salie, boter. De Zwitserse kaas. Blauw schimmelkaas. Ja, blauw schimmelkaas. En om uit te garneren natuurlijk een beetje rucola. Rucola. Voor de saus zelf gebruiken we om af te blussen witte wijn en een beetje room. Witte wijn en room. Waar beginnen we mee? Je mag aan de slag, je mag een beetje boter. Beetje boter erbij? Hoeft niet alles natuurlijk. Niet alles, de helft ongeveer? Ja, dat is goed. Zo'n schep? Ja, is goed. Ja? Is goed. Dat was weer royaal. Ja, royaal. Een beetje olie erbij. Okay. En op een laag vuur, medium vuur. Dus lekker bruin laten worden, boter laten smelten. Net bruin. Bruin willen we niet, anders hebben we een beurre nazet. En dat willen we natuurlijk ook niet. Het is lekker, maar het is niet wat we vandaag doen. Gewoon inderdaad. Ja. Een beetje shallotjes erbij. En die echt goed aanfruiten. Dan een beetje salie erbij. Oké. Het kan ook gedroogde salie zijn. Plukje gewoon. Maar ik vind het toch een lekker. Dat is lekker, hè? Heerlijk is dat. Witte wijn. Ik heb natuurlijk een Zwitserse witte wijn. Tuurlijk. Ja. Ik had het ook niet anders verwacht. Beetje afplussen. Ook lekker laten reduceren. Dat noemen we inkoken. Ja? Ja. Net gewoon alles meteen in de saus doen.
dat die alcohol ook een beetje verdampt is. Precies. En dan komt er room erbij. Blijf roeren, dat alles door elkaar gaat. Ja. En dan is het een kwestie van op smaak brengen. En op smaak brengen met een beetje peper, een beetje zout. Ja. Ja. En natuurlijk, wat hebben we nodig? Natuurlijk de Zwitserse blauwe schimmelkaas. En die gaan we echt een beetje... Want dit geeft natuurlijk die smaak die we willen hebben. Ja. En nou doe je de knotjes erbij. De gnocchi. Normaal, nu hebben we die natuurlijk heel vers gemaakt. Normaal gesproken komen die uit een koelkast, dat je kan die de dag ervoor maken. Ja. Dan zou ik die even kort in warm water. Of... Nou, dat ze wel een beetje op kamertemperatuur zou komen. Ja. Dus je kan ze er ook even uitzetten, een uur van tevoren. Of je moet ze langer koken in de saus. Oh, okay. Ja, dat kan natuurlijk. Maar langer koken in de saus is natuurlijk ook een manier... Het moet een beetje intrekken in die... Dat de saus intrekt, ja, in de gnocchi. Ja, precies. Koken. En dan is een kwestie van... Zoals kan altijd later nog. Ja. Zo, mag je die andere boord. Verser dan dit kan het niet. Dan een beetje geroosterde walnoten. Oh, die walnoten natuurlijk, ja. Dat geeft een beetje een bijt. Ja. Ja. En dan, om het echt een mooie, een beetje kleur te geven. Met de rucola. Met de rucola. Ja. En er is ook een beetje pit in. Dat is ook lekker. Ook, ja. Past er wel bij, hè? Ja, past bij. Ja. Zeker. De gnocchi's van Marcel smaakten naar meer, maar ik moest mij inhouden voor de meest lekkere trijfel die ik heb gegeten en die Marcel in een handomdraai op tafel zette. We gaan maar beginnen. We gaan eigenlijk eerst de crème maken en dan is een kwestie van hier mag ik pakken, aanpakken. Mascarpone, daar. Gewoon een lepel? De hele. Alles. Het is een recept, alles. Ja. Okay. Alles erin. Ja. Ja. Poedersuiker. Alles? Ja. Ik heb het afgewogen. Ja. Dat staat allemaal, dus, allemaal in de staat allemaal in de kookboek. Ja. En de Griekse yoghurt. Lekker wat dikke Griekse yoghurt. Ja. En dan is het echt de vanille met een rug van een mes. Dan schraap je eraf, schraap je eraf. Ja. En dan gaat dat eigenlijk hier binnen. Oké. Ja. En nog een beetje meer. Ja, je moet wel alles gebruiken, hè? Zo duur is. Ja. Ja. Dus een beetje goed door elkaar mengen. Ja. De yoghurt, vanille, poedersuiker en... En mascarpone. Dan is goed. Dan gaan we de zijkant zetten. We even hier. En dan is een kwestie van de fruit snijden. En die gaan we in blokjes snijden. Ja. Het midden en dan gewoon een kleine stukjes. Maar dan kan er ook blauwe bes. Je kan het echt vervangen. Je kan je eigen gewoon naar je eigen fruit pakken. Als je zelf wil, als je zin in naar je eigen smaak het allemaal bij doen. Ja. En dan doen we ook terug in... Met de frambozen. En wat doen we met de frambozen? En dan gaan we echt een coulis maken. Een vruchtensaus of een puree. Heet dat een coulis? Een coulis. Oké, dat is echt een vruchten... Of een... Ja. Zo. En wat zit daar dan in? Dat is dus die frambozen met frambozen. En dan gaan we dat zo... Brakken. Ja. En echt goed doorbrakken dat het echt een saus echt wordt. Een saus wordt gewoon. Ja. Je leert veel trucjes vandaag, hè? Nou, ja, als ik het maar niet vergeet, ik moet je het boek meenemen. Want dan kom ik vanavond thuis en denk, hoe ging dat ook alweer? Goed doorbrakken. Je krijgt inderdaad wel, En dan wordt het ook heel rood. Je ziet het ook qua kleur. Prachtig. Ja, goed door. Ja. Brakken. Nog een beetje suiker erbij. Dat is goed, toch? Dat is inderdaad volgens mij wel helemaal goed gemengd. En, je ziet en dan is een kwestie van fruit. Oh, die doen we er ook bij. Ja, die doen we erbij. Fruit erbij. En dan niet meer prakken inderdaad. Nee, gewoon vermengen. Gewoon vermengen. Wat je dan die saus hebt, die is de rode saus. Dan doe je het fruit er nog bij. Ja. Ik vind koken eigenlijk zo ontzettend rustgevend. Als je de tijd ervoor neemt en je gaat echt gewoon lekker koken, geeft echt wel heel veel rust.
Grappig, hè? Ja, sommige mensen vinden het stress, maar ik vind het ook altijd heel ontspannend, hè? Als je dan misschien de voorbereidingen moet doen, of, maar als je eenmaal gewoon als je voorbereidingen het inkopen hebt, moet doen. De inkopen, ja, god, heb ik dit en waar moet ik dat halen? Ja, maar het koken zelf is heerlijk rustgevend, vind ik ook, hoor. Ja, vind ik ook. Dan heb je de mint. Ja, de mint. En wat we hier doen is eigenlijk, ik kan die blaadjes even plukken en dan een beetje rollen. Die doen we ook hier doorheen? En die komen ook doorheen. Dan gaan we die nog heel dun snijden. Okay. Door het rollen kun je het extra door het snijden. Dat is ook een beetje snijden. Ja. En dan komt het heel fijn. Ja, ik zie het. Ja. Die sliertjes, hele dunne sliertjes. En dan ook er doorheen. Ja. Ja. En dan een beetje doorheen. Het is ook lekker op een yoghurt. Ja, ja, mint, dat geeft zo'n hele frisse smaak. Ja. Ik vind het ook erg lekker, vooral in de zomer. Ja. Ja, ook klaar. Dan gaan we die vijzel pakken. Die is zo zwaar. Vertel eens over die vijzel, want dat is ook nog, die heb jij zelf meegenomen. Uit Thailand. In je rugzak heb ik gehoord. Precies. Nou, ik kan hem al bijna. Dat was een van mijn laatste souvenirs. Hoeveel kilo is dit? Ik weet het niet, denk ik. Oh, dus hij zit van 8 of 10 kilo. Ja, 8 of 10 kilo geloof ik, hoor. Als je gewoon een beetje workout wil doen, doe je dit gewoon maar. En wat je doet, doe je denk ik perfect. Een vijzel pak je altijd aan met twee handen. Ja, dat kan. En dat is ook een respect. En ik moet zeggen, normaal gesproken gaat de vijzel eigenlijk nooit in hij het vat wassen. Hij mag nooit inliggen. Ja. Oh ja. En die mag eigenlijk gewoon nooit inliggen. Dat is, mag dit er niet in? Dat is een geloof. Ja, bijgeloof. Ik geloof dat het bij het lak. Een bijgeloof is dat, ja? Als het erin ligt, dan is het bijgeloof. Ja, ik ga meestal toch even op de zijkant. Bij mij zit het altijd in. Ja. Ja, omdat het mooi uitziet, toch? Ja, ja, maar goed. Ik ook, dat is natuurlijk, ik heb daar gewerkt. En dan krijg je zo'n klein dingetje te zeggen, mij van de cultuur. En dat is ook leuk. En dat is één ding dat is echt gebleven. En normaal gesproken, ik vind het, dat op zich voor de deco. Is, maar dat is wel heel leuk. Dat is weer een andere vijzel dan wat we hier hebben. Ja. Dat is een steinvijzel. En, goed, nou, is goed om te weten. Ik ga hem er vanmiddag meteen uithalen. Ja. Hier gaan we even die... De koekjes doe je erin. En dan is een kwestie van... Je hand erop, dat het niet naar buiten springt allemaal. En gewoon in de midden. Ja. Net helemaal poeder. En ook, het moet poeder achter. Nee, hoeft niet. Nee, echt grof. Ja. Maar het is gewoon weer om te laten zien dat je met een Aziatisch kookinstrument ook westerse gerechten kan maken. Dus leuk, hè? In plaats van alleen die Aziatische kruiden of zo. Ja, inderdaad. Net dat die alleen mooi uitziet in de keuken. Ja. Die had ik gebruikt. Prachtig uit. Ja. Dat is goed. Dat heb je goed gedaan. Ja. Klaar. Dan is een kwestie van, Kijk, we laagje hebben, voor laagje. We hebben de koekjes. We hebben de fruitmix. En we hebben de crème mix. En dan is het een kwestie van... We gaan nu laagje wat voor je laagje. Wil. Ja. En je begint met? Ik begin altijd met fruit. Ja. Een beetje fruit. En een laagje crème. Dat kan natuurlijk ook met een spuitzak. Dat is ook makkelijk. Dat is makkelijker, Dan buik ik er gewoon niet zo... Zo. Dat even zo. En dan... Koekjes. Dan kun je dat weer herhalen. Een beetje naar beneden. En dan kun je ook zo een beetje een doek pakken. Oh, zo doe je dat. Oké. Dan gaat het ook een beetje beneden zakken. En dan begin je weer. En nog een laag. Nog laag. Ja. Mooi hoor. Mag jij die andere straks? Ik heb genoten van de kookkunsten in deze delicatessen belevingswinkel van Angèle en Marcel. Al deze heerlijke recepten staan in de kookboek die online via de website te bestellen is. Maar u kunt natuurlijk ook zelf langsgaan in de winkel. En ook al die andere heerlijke producten kopen en zelf zien wat een prachtige winkel dit is. Angèle en Marcel, hartelijk dank voor deze gastvrijheid en voor de kookworkshop. Ik heb echt ontzettend genoten. Dankjewel. Het is echt prachtig al deze dingen en ik ga het zeker nog een keer thuis openmaken. Maar ik vrees dat het zo gaat worden. Dus. hartstikke bedankt. U ook bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Wij gaan even genieten. Dank u wel.
Breda Nu.